Vrijdag vindt er weer een nieuwe zitting plaats in de zaak tegen Willem Holleder. Tijdens deze zitting zullen nieuwe opnames besproken worden die gemaakt zijn door zijn zus Astrid Holleder. Deze opnames zijn volgens haar zeer belastend en mogelijk de genadeklap voor Willem. Joris, klopt dat? Krijgen we de genadeklap voor Willem Holleder vrijdag? Uh, dat lijkt me sterk. Dat lijkt me sterk. Nee, ja, we krijgen inderdaad de opname te horen waarover Astrid Holleder heeft gehad. En, uh, die zullen mogelijk wel uh, belastend zijn. Maar genade klap, dat lijkt me sterk. Helemaal gezien we nog uh, weet ik hoeveel zittingsdagen hebben. Dus dat zal niet, uh, niet gebeuren. nee. Ja, deze deze opnames zijn aangekondigd, hè? daar ging het vorige keer over. Ja. Die kwamen ineens uit het niets boven water. Ja, klopt, ja, als het de konden ze aan het begin van de zittingen destijds aan van uh, ik heb een nieuwe opname uh, die ik graag wil inbrengen in deze zaak. Uh, ze zei dat ze die uh, in eerste instantie zei ze dat ze die had gevonden tijdens een verhuizing. Mm -hmm. uh, later bleek dat, uh, dat, die, dat die bij iemand anders was gevonden op zolder. Uh, dan moet je voorstellen, als ze de holleiden bewaren, die opnamen ze nooit thuis. omdat het natuurlijk het gevaar was, was dat ze ontdekt zouden worden. Ja. Uh, dus die doken op en die heeft ze toen uh, ingeleverd bij het, uh, ook bij het ministerie. En weten we wat er. Wat voor soort opnames het zijn ja, We weten het ongeveer. Het zijn, het zijn ongeveer 15 gesprekken. Zijn het. En uh, uh, ze heeft al een keer aangegeven dat er uh, opstaat onder andere, dat, uh, dat Holliday zou zeggen dat hij niet hoopt dat uh, Wille, uh, Dino Sorel uh, mm -hmm. belastend over hem zou verklaren. of over hem zou gaan verklaren in het uh, liquidatieproces uh, passage. En je moet weten: Sorel is uh, tot, uh, in 2017 tot levenslang veroordeeld. Nou, onder andere voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bel. Dat zijn ook twee moorden waar Holliday voor terecht staat. Dus, mocht Holland dat nou inderdaad hebben gezegd, dan zou dat natuurlijk wel en, verdacht zijn. Dan brengt hij zich misschien in verband met die moorden, dus? Ja, precies, ja, want hij staat er natuurlijk ook voor terecht. En uh, uh, ja, als hij iets te verbergen heeft, als dat blijkt uit die tapes. en daar kan daar uh, Vrijdag geen niet goed antwoord op geven op vragen van, de, van het Openbaar Ministerie. dan zou dat zeker verdacht zijn, ja. Um, maar een genade klappen, heftige beschuldiging. Heeft de verdediging van, Holleder, van Willem Holleder dan nog op gereageerd? Ja, hebben zij die opnames al gehoord? Ja, zij hebben inmiddels die opnames gehoord en zij zeggen toch dat het, dat het uh, zeker niet het geval is. Ik heb ze er ook naar gevraagd en ik uh, het woord bold statement gebruikt. en zeiden oh. ze, ja dat is wel een goede bewoording voor wat Astrid heeft gezegd. Zij zien dat totaal niet als een genade Ze zouden het natuurlijk ook niet toegeven als het wel zo was? Zeker niet. Nee, nee, de verdediging is niet voor niets de verdediging. Dus het zou raar zijn als ze zeggen inderdaad het is nu over. Uh, maar daarom is het inderdaad, inderdaad wel interessant hoe zij uh, zelf uh, deze opnames hebben beluisterd. vooral wat zij hierover gaan zeggen vrijdag. En die opnames worden dus vrijdag uh, beluisterd in de rechtszaal? Ja, je moet voorstellen, de Openbaar Ministerie heeft daar fragmenten uitgepakt. Okay. Uh, daar zullen een aantal fragmenten van te horen zijn. En andere, andere fragmenten zullen zij voordragen. En zij willen dan graag dat Willem Holder daarop reageert. Waar hij, wat, hij, wat zijn uitleg is van, uh, van zijn woorden die hij destijds heeft gebruikt. En die opnames zijn natuurlijk niet gemaakt onder perfecte omstandigheden. Zij heeft natuurlijk dat... Of een, uh, als geheim moeten houden voor haar ja. broer. Hij mocht het niet weten. Dus nee. uh, hoe, goed is, hoe, hoe goed is die audio-kwaliteit dan bijvoorbeeld? Nou dat ja, het is, het is inderdaad geen professionele apparatuur of zo. Dus dat is al moeilijk. Mm -hmm. en, dus, dat, en, en daar komt bij kijken dat het natuurlijk. Het is een gesprek tussen een broer en een zus. En je kunt je voorstellen, hè, ze heeft al vaker gezegd: we hadden aan een blik genoeg. En dat is ook uh, in dit soort gesprekken vaak het geval. Dus wat, wat asset Hollander heel belastend kan vinden, kan in een rechtbank heel anders zijn. Die moet daar met een juridische blik naar kijken. Ja. En die moet daar kijken, oordelen: is het inderdaad zo belastend? als Astrid zegt. En dat komt omdat ze misschien woorden gebruiken, een soort codetaal of dat soort dingen? Ja, zeker. Ja, het, het, het pistoolgebaar van Willem Hollede is al bekend, hè, dat hij ja, die dat zou hebben gebruikt. Ja. Nee, dat kun je niet horen. En dan zijn er nog andere woorden die hij, die hij, die hij gebruikt, van ik zou die doen of ik zou die eens een keer flink aanpakken. Ja. Dan, de ene uitleg is dan, dat bedoelt hij, van ik ga hem laten vermoorden. Zijn uitleg is, ik kan ook iemand een pak rammel geven. Ja. Dus dat is allemaal interpretatie en dat moet allemaal nog uh, beoordeeld worden door de, door de rechter. Maar deze opnames kwamen nu ineens uh, naar buiten toe. Ja. Uh, is dat? Is dat... Toeval, of is dat een... Ja, dat, dat is lastig te beoordelen, want dat, dat weet ze natuurlijk niet. Ze heeft al wel eerder aangegeven dat ze de opnames kwijt was. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is niet helemaal een, een verrassing. Uh, het kwam de verdediging, of het kwam het ook bij ministerie misschien niet slecht uit. Ze zouden ook lief hebben gehad dat de opnames gewoon... Uh, dat ze die konden voorlezen en afspelen. En dat Hollander er gewoon ter plekke moest reageren. Uh, maar dat was toch uh, niet in lijn met zijn verdediging. Dat vond de rechtbank ook. Hij moet een gedegen uh, verdediging uh, kunnen, uh, kunnen hebben. En ook een gedegen... Voor ...voorbereiding kunnen, ja. kunnen nemen. En dan uh, het is vandaar dat het niet gelijk wordt afgespeeld. De genadeklap moeten we afwachten, maar wordt het wel een echt een belangrijke zitting? Is dit een hele grote dag in het hele proces? <laughs> dat, dat, dat lijkt mij te sterk. Het, het, het kan zeker belastend zijn. We weten gewoon nog niet wat op die opname staat. Het zijn 15 gesprekken, er staat veel informatie op. Dus mogelijk zijn er dingen die nog helemaal niet besproken zijn... ...die we nog helemaal niet weten. Dus het kan zomaar zijn, maar nogmaals het proces is lang. Uh, een belangrijke dag kan het worden, ja, de genadeklap, nee, dat lijkt me sterk. Vrijdag kan je uh, via live.org.nl de deze zaak natuurlijk volgen.